Dag een sessie over security, over veiligheid en FAMaker in de cloud. Mijn naam is Koen Van Hellen, ik ben Farmaker Certified Developer bij Listerius en daarnaast verantwoordelijk voor wat we noemen onze FM Connection Divisie. We zijn eigenlijk uh, uh, gespecialiseerd in hosting en infrastructuur die bij de klant staat om mensen daar uh, zoveel mogelijk en zoveel mogelijk klanten te helpen in het opzetten en onderhouden. Van een filemaker server en de eventuele problemen die daarmee uh, gepaard gaan. Um, voor ik verder ga in de sessie, ik wil eens een beetje polsen hier intern. Wie is in-house developer? Ja. Toch een, uh, een derde, vierde van de zaal. Um, en heb je ook zo'nzelfde hetzelfde gevoel als je zo'n filemaker server opnieuw installeert, je wilt die in de cloud gaan zetten? Hm, dat is toch niet helemaal mijn vak, mijn metier. Ik ben zo onzeker, ik zie overal GDPR-boetes boven mijn hoofd als dat onveilig is of als er een breach is en dat soort dingen. We voelen ons een beetje oncomfortabel. We hebben allemaal wel eens proberen een SSL te installeren en dat loopt... dan krijgen we zo'n oranje slotje. Dat loopt ook wel fout, hoe komt dat? Dan zullen jullie wel herkennen in het verhaal van dit bedrijfje. We hebben een fictief bedrijfje, Clipfactory. En wat doet Clipfactory? Zij maken... De eerste internet connected paperclip. En dat proberen ze op de markt te brengen. En dit is Erik. Erik heeft een uh, custom app gebouwd uh, voor zijn baas. En uh, trots stond hij die app aan zijn uh, werkgever. En de werkgever is zeer tevreden. Proficiat, je bent onze nieuwe hostmaster. Je mag dat ding nu voor ons in de cloud gaan uh, zetten en uh, onderhouden. Onze Erik ja. Heeft daar geen ervaring mee? Hoe doe je dat nu? Hoe start ik daar nu mee? Waar ga ik die dingen gaan uh, plaatsen? Dus de eerste vraag die ik moet proberen te beantwoorden is: waar zet ik die, uh, die machine neer, die server neer? Zet ik die machine neer bij mij thuis? Zet ik die machine neer ergens in de cloud? Hoe start ik daarmee? Wat met veiligheid? Ik zie hier al die uh, artikelen in de krant. Hè? Als je kijkt. Naar de cijfers, naar het aantal kwetsbaarheden per jaar die gerapporteerd worden, dan zie je dat die als een raket de lucht inschieten. We zijn dit jaar al bijna over hetzelfde punt van vorig jaar heen. En vorig jaar was bijna dubbel zo hoog van het aantal kwetsbaarheden die gemeld zijn ten opzichte van de jaren voordien. Hoe veilig is dat eigenlijk allemaal? Als we kijken naar het aantal databreaches in de US, die gaan een beetje in dezelfde richting, hè. En dat zal in Europa niet anders zijn. Dat is een, een cijfer van uh, vorige week. Dat zijn het aantal datarecords data die verdwenen of gestolen zijn sinds uh, 2013. Wanneer ik mijn draaierun had in, uh, in september, toen begon het getalletje nog met een 9. Dus er zijn er ongeveer een, een 5 miljard bijgekomen in een goede maand uh, tijd. Onder andere, ja. En de Amerikanen, maar dat is hetzelfde ongeveer. Hè, tegenwoordig. Dat betekent ongeveer elke dag zeven miljoen records. Dat zijn er tachtig per seconde. En dat betekent in het uurtje dat ik hier die presentatie geef, dat er ongeveer 220.000 records zullen verdwenen zijn tijdens mijn sessie. Dus onze Erik ziet de bui hangen. oh nee, waar ben ik aan begonnen? Ik heb nu eens een nap gemaakt voor mijn collega's, ik mag het hier dan nog oplossen? Dus de eerste vraag die we gaan proberen oplossen is, waar zet ik mijn hosting neer? Waar zet ik nu precies mijn machine neer? Wat zijn de opties die we hebben? De eerste, de traditionele methode, we zetten die in huis. Ja? Het voordeel is, je hebt volledige controle. Het is snel voor de lokale gebruikers, we hebben heel last van trage netwerken, dus dat er intern een probleem is. Maar je moet wel eigen hardware gaan voorzien en je moet wel een beetje kennis hebben van je netwerk, want de meeste databreaches gebeuren in een intern netwerk. Je moet daar ook kennis van hebben en je moet die volledig gaan leren en onderhouden. Het tweede is dat je zelf in een datacenter gaat plaatsen. Voor de les meestal heb je geen eigen hardware nodig. De infrastructuur wordt beheerd door het datacenter en die doen dat met de nodige kennis. Die hebben monitoring, die hebben allerlei tools om dat te gaan doen. En meestal is de fysieke toegang geregeld. Als je dat bij u in het kantoor doet, met een beetje kans heb je een serverhok of een die mooi is afgesloten. Met een beetje malchance hangt die ergens onder een tafel waar iedereen aan kan en kan die, die meenemen. Dat is ook een deel van de security. Waar staat uw machine fysiek? Er is veel keus op de markt. Maar welke datacenter is nu de goede? Hoe kies ik die? En meestal als je belt naar een datacenter met een Famicom-probleem, dan kunnen ze je niet helpen, want ze kennen die omgeving niet. Als je een datacenter kiest, twee grote criteria. Het eerste is, ga geen gaan kiezen in de VS of in Azië, want de afstand is veel te groot, waardoor je veel te veel vertragingen op het netwerk krijgt. Dat noemt men de latency. Dus de algemene regel is: hoe dichter bij huis, hoe beter. Niet altijd. Het hangt ook een beetje vanaf. Of dat uh, uw datacenter dicht bij een backbone, dat is een soort autostrade voor het uh, internet uh, gelegen is. Of dat die ergens in een boerenwegeltje uh, uh, in een van de zijstraatjes zit. Dus, maar snelheid uh, is daar een rol. En het tweede is: welke garanties, garanties biedt dat datacenter? En een van de goede indicaties is certificering. Als je iets ziet staan van ISO certifiering. Dan weet je dat ze bepaalde regels, spelregels, die opgelegd worden in de industrie, volgen. Dat is niet ergens een hokje waar een server staat, waar iedereen bij kan. Nee, die zit mooi afgeschermd in een, in een centrum. En er zijn bepaalde regels om dat centrum binnen te mogen om fysieke toegang te hebben tot die server. Derde optie. In de markt hebben we ook heel wat. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in Farmaker-hosting. Het voordeel is dat je dezelfde voordelen hebt als een, een, een datacenter. Je hoeft meestal geen eigen machine te hebben, het wordt gedaan door experten. En er is wel degelijk Farmaker-expertise aanwezig. Een voordeel is dat het ook beheerd wordt door die partner, maar dat kan ook een nadeel zijn. Doordat beheerd wordt door die partner, heb je misschien zelf minder toegang en controle over de omgeving. Misschien is dat iets die je niet echt wilde. Nu. Je hebt meestal gedeelde verantwoordelijkheden. En er komt meestal een hogere kost bij. Wat naast datacenterkost, is er ook de kost van het onderhoud van uw Farmaker server. Voor wie op zoek is naar een Farmaker hostingpartner, die kan best te op de website van Farmaker zelf. Een goede indicatie, een beetje met een uitzondering van SBA, als die hostingpartner nog steeds actief shared hosting aanbiedt, dat betekent dat hij met hele oude Farmaker versies bezig is. En dan is hij misschien niet de meest aangewezen partner. SBA is daar een uitzondering Die kunnen vandaag nog altijd een shared hosting model aanbieden. En de laatste optie is bij Farmaker zelf: Farmaker Cloud, sinds twee jaar een optie. Daar wordt de setup volledig bepaald door Farmaker zelf. Je moet die zelf nog doen, maar alle instellingen, alle security settings zijn door Farmaker Bepaald. Het is een veilige omgeving en die wordt neergezet bij AWS, dat is eigenlijk het datacenter van Amazon. Een zeer betrouwbaar datacenter. Dat is waar dan alle grote jongens in de wereld naartoe gaan. Eenvoudig in beheer. Um, een beetje een nadeel is dat het is een jong product is, dus FanMaker is nog aan het groeien, dus niet alle uh, features van de FanMaker server zijn aanwezig. Dus als je bijvoorbeeld XML publishing nodig hebt in je toepassing of PHP publishing. Dat zijn euh, zaken die niet in de cloud-product zitten, maar gewoon fanmaker to FileMaker, zeker hoe je keuze. Als je start met AWS, de omgeving van Amazon, dat kan in het begin een beetje zoeken zijn. Je opent daar een account, je ziet daar een marketplace met duizenden producten, je ziet er allerlei services, dus het is een beetje intimiderend in het begin. Dat is een beetje een nadeel. Ja? Maar we hebben gisteren gehoord, of vanmorgen gehoord, dat dus ze ook bezig zijn met SaaS-oplossingen, dus misschien. Uh, gaat het voor ons in de toekomst iets eenvoudiger uh, zijn als gebruiker om op te zetten. Dus we hebben vier opties. We kunnen het thuis zetten, we kunnen het in een datacenter zetten, we kunnen het bij een partner neerzetten of uh, naar Filemaker Cloud gaan. Onze Erik kiest voor een datacenter. Dat is een beetje om ook de rest van de sessie, wat uh, anders hadden we erop gedaan als we het bij een partner zouden neerzetten, hier zijn de databanken, doe maar. Uh, hetgeen wat ik hier vertel over datacenter, geldt natuurlijk ook als je server bij u in huis neerzet. Want de meeste kwetsbaarheden gebeuren binnen lokale netwerken. Dus dezelfde securityregels pas je daar beter in. Zo, wat hebben we nodig? Of wat heeft Erik nodig? Om te beginnen een machine, een operatiesysteem, de Famica Server serverinstallatiesoftware en een key en tegenwoordig ook een certificaat. Een domeinnaam is vandaag de dag verplicht als een FileMaker-server opzet. wordt vaak vergeten. Een DNS-server en een FQDN. Een FQDN dat is de volledige pad van je server. Dat is de naam van je server in dat domein. Bijvoorbeeld FileMaker.fmconnection.com of FileMaker.apple.com. Dus de naam... Die je gebruikt om naar je server te gaan connecten, een SSL-certificaat ja. en een beveiligde Farmaker-oplossing. Een machine. Als je een machine kiest, die machine is die alleen bedoeld voor Farmaker Server. Zet daar geen andere software op. Farmaker Server doet heel veel voor ons van complexiteit, maar dat betekent dat de Farmaker Server zelf een zeer complex product is. Als je daar andere soorten software op zet, dan zouden die wel eens in conflict kunnen zijn. Of zou je security issues kunnen introduceren. Als we gaan bij een, een meeste datacenters, die bieden eigenlijk vandaag de dag iets minder colocation aan. Dat is wanneer je eigen hardware koopt, dan is dat die in trek van je datacenter, wordt minder gebruikt tegenwoordig. Dan heb je dedicated servers, dat is waar dat er een machine klaar staat voor u en enkel alleen maar voor u en dan hebben we vandaag de dag de meest populaire uh, VPS (virtual private server) dat is eigenlijk een virtuele server die je hebt uh, in dat datacenter en dat is vandaag de meest logische keuze om te nemen want het heeft een paar voordelen. Eén: het is veilig. Het is meestal uitbreidbaar achteraf. Je start met een uh, server en er komen meer en meer gebruikers bij en daar moet er RAM in komen. Dan kun je die meestal in de datacenters heel makkelijk gaan upgraden, één klik op de knop, machine herstarten en je hebt een upgrade setup. Um, je hebt mogelijkheden tot nemen van snapshots. Stel dat je een update doet van je fam server dan kun je een soort kopie nemen op dat moment van Hans de machine. En stel dat fout loopt, je een update van de fam server dan kun je terugkeren naar de vorige situatie. Um, er zijn meestal failover systemen bij hardware, voorzien van je datacenter. Dus als er een van de disk een stuk gaat, dan blijft meestal je machine werken. Dat wordt allemaal. Uh, op de laag daaronder uh, geregeld. Um, vaak is de OS-licentie inbegrepen bij die datacenters, die geven die u mee. Je moet niet bij Microsoft gaan zoeken van welke licentie je hebt nu precies nodig hebt om hier uh, te mogen uh, hosten. Meestal worden die meegeleverd met die, uh, die oplossingen. En de huidige generatie VPS'en hebben tegenwoordig heel snelle SSD-schijven waar Flammaker optimaal. Zo, dat zijn de specificaties van de farmaker server, die je een minimum nodig hebt. Maar als je webdirect bijvoorbeeld gebruikt, neem maar dubbel aantal RAM, want die, is nogal, die heeft nogal veel RAM nodig. Een operating system, kies en probeer altijd de meest recente operating system te kiezen. Dat is de meest veilige over het algemeen. Ja? Dus in, in ons geval zal dat zijn Windows Server 2016 macOS vind je zelden in een datacenter. Er we zijn wel gespecialiseerde hostingbedrijven voor Mac, maar meestal uh, zit je in een Windows-omgeving. We gaan ons operating systeem uh, een beetje voorbereiden. dus Het eerste wat we doen is de, de firewall. Uh, dus dat, we hebben de installatie gedaan. Meestal druk op de knop en dan gaan we de firewall uh, gaan uh, voorbereiden. Zet enkel maar de poorten open die nodig zijn, he. zet niet alle poorten open die, uh, om te kunnen werken. Nee, enkel de poorten die nodig zijn. En dat zijn de poorten die nodig zijn voor Famaker, dus 5003, dat is om rechtstreeks te kunnen connecteren. Poort 80, poort 443, 16.000 voor de adminconsole. En dan, maar enkel maar als je gebruik maakt van xdbc, poort 2399. Als je werkt met multi-worker machines, dan moet je ook nog poort 16.002 openzetten. Die moeten aan beide kanten, dat staat een beetje verkeerd in de documentatie van de Famaker server, Um, maar die moeten enkel aan elkaar kunnen, dus de rest van het internet hoeft daar niet uh, aan te kunnen. Dus je moet die enkel maar configureren in je firewall, een beetje restricties doen op IP-adres, dat die aan elkaar En sluit alle andere FileMaker-poorten voor, van uh, buitenaf. Die zijn niet nodig van buitenaf en die zijn zelf kwetsbaar. Als je daar naar binnen gaat, dan passeer je niet via een beveiligde uh, verbinding en dan kun je rechtstreeks data gaan afhalen uh, op sommige poorten. Zonder dat je dat wil. Um, wat we vaak zien bij klanten, is dat Remote Desktop van Windows dat die gewoon open staat op internet. Dat is niet echt een best practice. Doe die poort dicht. Zorg ervoor dat je daar niet zomaar publiek open kan. De meeste datacenters bieden een soort webpagina aan waar je via een, term, via een of andere console het scherm kan overnemen. Er zijn ook mogelijkheden. Waar je via een VPN-verbinding binnenhaalt, of waar je via een SSH-gateway binnenhaalt. Maar ga nooit rechtstreeks over die poort 3389 binnen. Die zijn, uh, dat is redelijk onveilig. En er is een hele markt voor. Hè? Voor 10 euro kun je zo'n poort al kopen voor een of andere terminal op een, uh, een belangrijke internationale luchthaven. Dus er is een hele markt om machines over te nemen. Ja? En het is goedkoop: hè? 10 dollar. Vermijd ook andere systemen. VNC zien we ook vaak opduiken, want dat is gemakkelijk. Hè? Maar VNC is van nature ook een uh, niet zo veilig protocol. Dus zorg dat de VNC-poorten uh, open zijn. Teamviewer kunnen gebruiken, maar heel kort. Zorg dat de Teamviewer-sessie niet blijft openstaan. Ja? Dat je ten alle tijde die sessie kan. Vermijd bestandsdeling. Okay. Dat zien we ook vaak. Machines waar je dan de file sharing had openzetten. Die protocollen zijn niet gebruikt om, of niet gemaakt om over WAN te gaan gebruiken. Dus dit die ook dicht, SMB en FTP is tegenwoordig ook geen veilig protocol meer. Gebruik het alternatief SFTP of FTP over TLS. Dus de standaard FTP doe vandaag de dag beter ook dicht. Die is ongeëncrypteerd. Die data kan, een kopietje van je Famicadatabank databank die je uploadt of downloadt kan op die manier makkelijk geïntercepteerd ge worden. Oké, okay, dan beginnen we met installatie. We hebben onze machine klaargezet. Het eerste wat hij vraagt in een nieuw proces het gaat veel korter. We hebben Famicom 17 niet meer die, al die stappen waar we doorheen gaan, neemt het is heel kort en installer geworden. Uh, het eerste wat hij vraagt, is uh, um, een, een wachtwoord en een login. Dat is om te kunnen inloggen en de Famicom server te gaan beheren. Ook hier ik gebruik geen admin als uh, username, ik gebruik iets sterkers en iets langers. De meeste systemen zijn standaardadmin en gebruiken ook een, een zwaar wachtwoord. En onderaan kun je de recover Key uh, ingeven, dat is een uh, viercijferige sleutel die je enkel maar op machine zelf kan gebruiken voor het geval dat je wachtwoord zou kwijt zijn. Oké, okay. volgende: Uw computer staat uh, of uw fam server staat nu open en bloot op, uh, op het uh, internet. En als je die optie niet aanzet, dan kan iedereen raden en zien welke Farmaker files openstaan op je machine, tenzij je ze manueel hebt gehaald. Het is beter om eigenlijk eerst een wachtwoord en een credentials te vragen aan de gebruiker alvorens, dat je, uh, alvorens dat je bestanden toont. Dus dat is de optie die je in een best practice beter aanzet. Um, als je met meerdere gebruikers bent die dat machine moeten administreren, Maak dan ook meerdere logins aan voor je administratie. Daarvoor kunnen we gebruik maken van external authenticatie. Want de basis van security is dat je weet ten een tijde wie dat inlogt in je systeem. En als je natuurlijk een wachtwoord en een login deelt, ja, dan uh, wie is het geweest. Hè? En dan beginnen we aan een uh, leuk uh, stukje. Eigen SSL installeren. Wie heeft er al een geprobeerd om een SSL te kopen? en te installeren op een FileMaker-server en wie heeft er hoe gevloekt? Ja? Ja. Waarom heeft FileMaker dat zo moeilijk gemaakt? Dat is wat hij meestal... Laten we het hebben over een SSL-certificaat. En als we kijken, het is wat we ons moeten afvragen, waarom heeft FileMaker eigenlijk gekozen voor SSL? De moderne naam is TLS, ik ging opzoeken wat de naam was. De afkorting, dat transport, layer, secure of zoiets. Um, uh, dat is eigenlijk een, een, een laag die ervoor zorgt dat alles wat er binnen zit, geïncrypteerd is, dat die beveiligd is, dat die versleuteld is. Dat is het eerste waar we aan denken aan encryptie. Maar dat is eigenlijk niet het enige probleem dat TLS uh, oplost. SSL is de oude naam voor TLS. Ja? Um, wat doet hij eigenlijk? Hij valideert de identiteit van de machine van de server waarop hij doet hij doet de versleuteling dat is iets wat we allemaal kennen hij controleert de integriteit is dat pakketje die binnenkomt van die famicus server is dat wel degelijk hetgeen wat ik hier binnenkrijg ja en ik controleer ook of dat de bron goed uh, uh, als we het hebben over uh, die validatie dat is eigenlijk waar uh, de, de eerste bottleneck die we tegenkomen een van de dingen die tls ssl voor ons oplost is, hoe zijn we zeker dat als we surfen naar www.farmaker.com, dat Farmaker Inc daar de eigenaar van is? Ja? Iemand valideert dat. Iemand zegt dat domein hier, dat is van die firma of dat is van die organisatie. En dat is wat een certificate authority doet. Dat is de plaats waar je je certificaat gaat kopen. En die moeten zich aan heel strikte regels houden. Doet u dat niet? Dat worden buiten gehouden. En dat is wat dat Symantec vorig jaar is overkomen. Symantec heeft eens in India wat certificaten van Google verkocht aan de niet zo'n uh, toffe. mensen En die zijn eigenlijk een certificate authority status kwijt. Dus al die certificaten die door Symantec werden uitgevoerd, die waren plotseling invalid anymore. Uh, uh, niet meer valid, die waren gerevoked. Dus dat is ook wat er nu aan het gebeuren is. Wie nog zijn oud certificaat heeft, zal in de recentste versies van Google Chrome zien. Van uw website is onveilig. Ja. Dus men moet zich strikt aan de regels houden. Vandaar dat bij nature zijn certificates nooit veilig kunnen zijn, want er is niemand, geen derde onafhankelijke partij, die geverifieerd heeft van die server met dat, die naam, daarvan is die firma de eigenaar. De encryptie is dezelfde, hé. de encryptie is even veilig. En er zijn niveaus in validatie. Dat is het eerste wat je ziet als je gaat naar zo'n shop. Je ziet zo prijzen die starten als je een beetje chance hebt van 20, 30 euro per jaar. En dan zie je er zo van 5, 6, 700 euro per jaar. Wat is nu het verschil daarin? Wel, dat is eigenlijk de mate waarin, dat zij gaan, waarin dat die Certificate Authority gaat checken uh, welke organisatie dat erin zit. En de goedkoopste dat zijn eigenlijk degenen die ze noemen domeinvalidaties. Je uh, gaat enkel maar gaan checken of dat je domein. Of dat die bestaat en of er wel degelijk een organisatie aan vasthangt of een persoon aan vasthangt. Er was even paniek toen GDPR werd. Ze gebruiken daarvoor meestal het OES-record van uw domeinnaam. En er was even paniek bij GDPR: van oei, natuurlijke personen, die informatie wordt niet meer getoond. Ja, publiek. Maar de certificate authorities hebben daar nog steeds toegang toe. Dus die kunnen nog steeds op die manier gaan valideren. Organisatievalidatie, dat is wat complexer. Dan gaan ze bij u meestal een telefoontje doen naar u ter plaatse om te gaan verifiëren of dat uw organisatie wel bestaat. Vandaar dat zo'n certificaat dat, dat er is, die de koopt, zo klik, 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 klik downloadt. In het geval van de organisatievalidatie. Nee, je moet daarvoor eerst een administratieve papiermolen doorheen gaan. Dat is omdat die certificate authorities gaan controleren, bestaat die organisatie. En meestal hangt daar een soort verzekering aan vast. Stel dat dat certificaat toch op een of andere manier in verkeerde handen terechtkomt. Uh, of, of gebroken wordt, dan ben je verzekerd. En extended validation gaat eigenlijk nog een beetje verder meer gaan controleren, nog wat meer documenten gaan vragen, maar zijn ook die verzekeringen hoog. Dus je zult zien dat heel veel e-commerce sites eigenlijk die extended validatie gaan nemen, terwijl organisaties die uh, VC2's en dergelijke domein, uh, uh, domeinvalidaties gaan nemen. Uh, ja. Eentje daarvan, gekenden gekende, is. Uh, Let's Encrypt. Ja? Let's Encrypt is een organisatie, een certificate authority, die als doel heeft om de wereld te encrypteren. Ze weten, HTTP, dat is onveilig. We willen zoveel mogelijk mensen hebben naar HTTPS. En we hebben heel wat organisaties die eigenlijk niet willen betalen of niet, toch de middelen niet hebben om daar uh, doorheen al die procedures te gaan. We gaan dat eigenlijk gaan verstempelen. Um, Farmaker officieel ondersteunt dat niet, maar het product werd er wel mee. Um, is ideaal om te gebruiken in development machines en testmachines, maar Let's Encrypt heeft ge geen enkele garanties uh, als het zou fout lopen met misbruik. Ja? Dus bent ervan bewust als je een Let's Encrypt uh, uh, certificaat neemt. Technisch zijn dat dezelfde soort certificaten als van die betalende jongens, maar in de procedure is er geen enkele garantie. Ja? Dus vanuit security oogpunt wordt dat gezien als een minder veilige omgeving. Ja? Nu, die certificaten, hoe werkt dat eigenlijk? We gaan het even hebben over die chain of uh, trust. Als we een FAMaker server standaard installeren, dan zien we dat daar een uh, dialoogje zo van uh, het is niet goed, hè. je ziet daar een rood kruisje. Maar waarom is dat nu niet goed? Er staat toch een datum op, ik weet dat FAMaker is. Um, en ik zie daar ook twee certificaten, zo twee, uh, twee mapjes staan, hè, twee uh, plakkaartjes. Als ik dan mijn certificaat netjes heb geïnstalleerd, dan zegt hij dat dat wel goed is. Hoe komt het dat, dat die drie, want we zien er plotseling drie staan, en, en, en hoe komt dat dat die wel valid zijn? Om dat uit te leggen gaan we eigenlijk naar uh, Emma. Emma werkt ook bij uh, ClipFactory en ze gaat proberen die een uh, paperclip te verkopen aan uh, Apple, aan een grote deal afsluiten met uh, Apple om die dingen in de Apple Store te handelen. En dat gaan ze doen met de, ja, het product, heet Clippy. En dat gaan ze doen met um, Jackie. Jackie werkt bij Apple. Uh, maar ja, Emma, geloven niet gaan Zeg, Jackie, uh, ik ga met u een, uh, een deal afsluiten, maar zeiden je wel geoorloofd om handtekeningen te zetten in de naam van Apple. Hoe kunt hij mij garanderen dat ik met u een deal mag uh, afsluiten? Je zegt dat het voor Apple werkt, maar... Uh, kan ik u wel vertrouwen hé? Het Had om gemachtigd uh, wel gemacht om zo'n groot contract te. Dan zegt Jackie ja ja. Ik heb hier een papiertje bij mij, een certificaat en die is getekend door uh, Q. En Q is uh, senior vice president Internet software bij uh, Apple en die heeft dat mijn papiertje hier gezet dat ik ik mag tekenen. Ja. ja maar zegt Emma, ik heb ik van die type nog nooit gehoord. Ja? hoe kan ik hem vertrouwen? Hier is mijn bewijs van uh, autorisatie. Dat is een Tim Cook, hè? En uh, Tim Koek is CEO van Apple en die heeft hier mij een papier gegeven dat ik mag die autoriteit doorgeven aan iemand anders. En dan komt Tim Cook. Hier is een beetje de, de zeurzak. Ah, ik ben Tim Cook. Ik heb zelf mijn eigen documentje ondertekend om te zeggen dat ik mag tekenen voor de rest. Hè? Voilà, Emma, hier is mijn bewijs, hier zijn mijn papiertjes. Uh, is alles oké okay nu? En dan zegt ze: ja, ja, het is goed. Nu vertrouw ik dat we kunnen beginnen praten. En dat is exact wat er gebeurt op een famicom server of op een website waar hij gaat. Eerst worden die certificaten uitgewisseld en wordt er gekeken of hij wel te vertrouwen bent. En dan pas begint de communicatie. En dat uitwisselen van die certificaten dat gebeurt eigenlijk onversleuteld. Ja? We gaan even terug naar de chain of trust. We hebben uh, Tim Cook, die heeft zijn eigen papiertje getekend. Dat is wat we noemen een root-certificate. Hij heeft papiertje getekend van EDQ. Dat is wat we noemen een intermediate-certificate. Voor degenen die problemen gehad hebben met een Famicom-server-installatie, zullen die term wel herkennen. En dan hebben we het certificaat die getekend is door EDQ voor uh, Jackie. En dat noemt men eigenlijk term terminologie een, uh, een leaf-certificate. Dat is hetgeen wat hij eigenlijk koopt. Dat is hetgeen wat hij krijgt. Als er trust bestaat, bestaat er ook distrust. Dus als je weet dat Jackie afkomt met een papiertje die getekend is door Judas, en Judas zijn papiertje is getekend door Pontius Pilatus, en hij vertrouwt Pontius Pilatus niet, dan zullen de rest ook niet gaan vertrouwen. Ja, dat is waarom de famijken zijn papiertje niet marcheren. Ja? Als we even teruggaan, wat we eigenlijk zien, is dat er twee soorten certificate authorities zijn. Um, en dat verklaart waarom dat er zoveel certificaten wel werken met Famaker, ook al zijn die officieel door Famaker niet gecertificeerd. Dus we hebben enerzijds de Root Certificate Authorities, dat zijn de grote merken, daar zijn er maar een paar van, dat zijn grote merken als de Global Sign, Komodo, Digicert. En dan heb je Intermediate Certificates, die zij ook spelen, een Digicert en een Comodo, Bijvoorbeeld merken als Geotrust of je lokale SSL boer die... Uh, een of ander eigen certificaat uitbrengt, die worden meestal gedekt door een certificaat van een Root En die werken dan meestal ook met FAMaker. Dus hoe weet FAMaker dat die Nederlandse certificaten ook valid zijn? Dat is de reden. Dus we gaan hier nog eens terug wat we zien in FAMaker zelf. Dus hier zien we onze Root Certificate. Onze Intermediate Certificate, van, uh, getekend tot DigiCert, maar voor GeoTrust. En dan hebben we hier ons certificaat die we gekocht hebben bij GeoTrust voor ons. Oké. Okay. Maar Emma is clever. Ik heb nooit gezegd dat ik die route uh, vertrouwde. Hoe werkt dat dan eigenlijk op mijn computer? Ja? Eigenlijk doen anderen dat voor u. Dus die route-certificaten staan al op uw computer. Dat doet de Microsoft voor u of uh, Apple. Die zet heel wat van die certificaten op uw operating -systeem. En er zijn heel wat softwares die eigenlijk gaan kijken naar de certificate store op uw uh, operating systeem. En dat ziet dat goed in de, voor wie op Apple zit in de keychain? Dan ziet al die certificaten daar. Sommige browsers hebben een eigen certificate store. Die zeggen ja, maar dat stond veilig stond. Kijken naar het operating systeem. Ik ga mijn eigen store doen. Bijvoorbeeld Firefox is zo. Firefox had eigenlijk zijn eigen uh, store. En er is ook software die zijn eigen uh, root-certificaten al in de software uh, zetten. Een Famicryst is er zo eentje. Ja? Dus in je operating system kun je hier vrij root-certificaten uh, certificaten, root certificaten gaan distrusten. En dan zullen alle certificaten die daarmee getekend zijn, niet meer valid zijn. Of je kunt daar ook eigen certificaten aan toevoegen. Vandaar dat in heel veel bedrijven dat er interne certificaten worden uitgedeeld, waar ze zelf Certificate Authority spelen, en die werken in de browser. Maar niet in Fanmaker, omdat die lijst niet beheerbaar is. Die lijst zit ingebakken in je Fanmaker Pro Client en in uw Fanmaker Go Client. En je kunt die lijst niet aanpassen. Theoretisch gezien wel, maar dan breekt je code signing. Maar je kunt eigenlijk de lijst van root certificaten in de FanMaker Client niet aanpassen. Vandaar ook als je met een eigen certificaat afkomt, ook al is de organisatie vertrouwd. Die zullen, niet, die zullen altijd een oranje slotje geven in uh, famic. Zo, en dan beginnen we aan een SSL-certificaat te kopen. Dus we weten ongeveer wat we nodig hebben. Een domein zal waarschijnlijk genoeg zijn voor uh, uh, onze vriend. Uh, het eerste wat we nodig hebben is een publiek domein. Dat is een vereiste. Je kunt niet zeggen, ik heb hier een intern DNS met een intern domeinnaam. Ik zal daarvoor een certificaat komen. Dat mag niet volgens de spelregels. Vroeger wel, vandaag de dag niet meer. Je kunt geen certificaat kopen voor domeinen die niet publiek zijn. We hebben een FQDN nodig. Die moet meestal al bestaan en geconfigureerd zijn. Um, bijvoorbeeld fms.declipfactory.com. We hebben een complete GWS-record nodig. We hebben zo'n probleem gehad bij een klant waar de GWS-record om een of reden niet volledig was ingevuld. En die kunnen geen certificaat kopen, dus die moeten eerst een domein in orde brengen. En als je gaat voor een organisatievalidatie, dan heb je meestal een uh, pak papierwerk nodig. En als het gaat voor extended validatie, denk dan aan DUNS-nummers, uh, papiertjes voor, uh, met je uh, ondernemingsnummer, KVK-nummer, dat soort uh, zaken. En dan hebben we nog software nodig om te kunnen. Uh, onze aanvraag doen en dat kan de Famicus server zijn uh, of OpenSSL of uh, IIS of nog wat andere tools. Oké. Okay. Um, wat heeft Famicus server eigenlijk nodig? Dus dat eerste vakje dat je daar ziet, dat is onze leaf certificate die we daar moeten invullen. Dan dat middelste vakje, de intermediate, onze NetEQ, die komt hier uh, terecht. Ja? Tim Cook die zit al in de server uh, ingebakken, dus die uh, vertrouwen ze al. Dan heb je twee nieuwe dingen: Private Key en uh, Passphrase. Welke beesten zijn dat? Ja. Private Key, dat is niet meer dan een tekstbestandje. En daar zit het een en ander in: dat is je dat is uw handtekening, uw digitale handtekening. En die is zoals ze het zeggen, privé. Een soort uh, geïncrypteerd uh, formaat. En die zorgt ervoor. Uh, uh, dat uw uh, connecties geverifieerd worden. En die hebben we nodig eigenlijk om ons CSR-bestand te genereren. CSR-bestand, wat is dat voor beest? Wel, normaal gezien, om een certificaat te genereren, zouden de certificate authorities uw private key nodig hebben. Maar dat is geen goed idee. Je mag privé privésleutel nooit aan iemand weggeven. Ja? Dus je moet die bijhouden. Dus je hebt een manier nodig om die informatie dan toch aan je certificate authority door te geven. En dat noemt men. De Certificate Signing Request. Ja, dat is wat je in de documentatie ziet staan. En wat staat er eigenlijk in? Um, uw naam. Common name, dat is eigenlijk de naam van uw server. Je ziet dat ik hier ook sterretje.fmsummit.info, dat noemen ze wildcard. Dat wil zeggen dat alle namen die in uw domein hebt gedekt worden door dat certificaat. En afhankelijk van uw soort certificaat, moeten daar dan ook uw organisatienaam en een public key. Dat wordt automatisch gegenereerd voor u. En die public key, dat mogen we wel weggeven. Dus doet hij dat in en maker in, in één stap wordt die CSR en die private key gegenereerd. En dat doen we met een commando: FMS-admin, certificate create. En bovenste is een domein-certificate uh, uh, voorbeeldje. Tweede domein is een organisatie-certificate. Nu, wij doen dat nooit op die manier. Ja? Um, wij doen dat op onze eigen lokale Mac. Er bestaat ook een versie van OpenSSL voor uh, Windows. Wij gebruiken eigenlijk het tool als uh, OpenSSL om die dingen te gaan uh, genereren. Je kunt die automatiseren, er zijn wat toeltjes ook in de Community Store die je daarmee helpen. Je moet je CSR niet genereren of niet per se genereren op het machine waar die Famicus server is. Je kunt dat al lang op voorhand gedaan worden. Installeer de nieuwe Famicus server, hoef niet per se op die Famicus server opnieuw hands het proces te doen. Nee, nee. De certificaten en de keys zijn herbruikt. Dus dat is het commando dat je zou doen. Uh, voor het geval uh, dat het met OpenSSL doet. Dus hij genereert de private key en de CSR. En dan moet hier uh, in de comment line uw uh, gegevens invullen. De common name zie je terug staan en dan uh, de rest van de informatie die eventueel ingevuld wordt. En in uw password. Je kunt ook, voor wie het meer met een UI wil doen, een CSR genereren in uh, IES, een private key. Uh, lijkt iets eenvoudiger, maar is toch iets omslachtiger. Dus je kunt die uh, genereren. Dus je stelt dus dezelfde soort vragen. Ja. Maar dat bestandje dat ziet je naar gestaan en je hebt niet gevraagd van waar dat die, die precies moet neerstellen. Nee, nee, die zit in je uh, certificate store. En die kun je eigenlijk in die applicatie van je certificate store gaan exporteren. Je zult het nog moeten gaan exporteren om het te gaan geven aan je uh, certificate. Store. Dus we hebben zo'n CSR-bestandje en de volgende stap is dan relatief eenvoudig. Ja. We gaan naar de website en wat hebben we eigenlijk nodig van en De meeste venders doen dat. Filemaker vereist een rsa public key Er zijn een ander soort keys, maar Filemaker vereist een rsa public key Dat zijn degenen die Filemaker officieel getest hebben. Ja? Maar je mag gerust andere gebruiken, hè? zolang dat de route binnen is. Farmaker... En dan kopieerde die in een CSR en uploadde die in de website van je certificate authority. Probeer geen CSR's te genereren in online websites, want die online websites weten dan ook je private key. Dus dat is geen goed idee. Doe dat beter altijd lokaal. Ja? Want eigenlijk heb je je sleutel al op voorhand weggegeven. Ja? Um, certificaten die komen er in meerdere soorten formaten. Vandaar dat het bij de meeste vendors altijd goed is. Afhankelijk van de software hebben ze een ander soort formaat van certificaat nodig. Vandaar dat het bij de meeste vendors als formaat odder moet kiezen. Ja? Dat is degene die meestal compatibel is met FAMI. Niet getreurd als je mis bent. Dus hier gaan we een installatie doen. Dus we gaan onze LEAF-certificate invullen. Hier gaan we onze intermediate zetten. Hier de private key en ons wachtwoord. En als het goed is hebben we dan een groen slotje. Meestal als je een oranje slotje hebt, is het omdat je die intermediate vergeten te installeren. Maar je key, je chain is niet vol. Soms krijg je dat binnen in een ander formaat. En dan slaat de paniek toe van, ja, mijn Famaker-server pakt dat niet binnen. Je kunt die perfect, er bestaan tools genoeg om die perfect te gaan converteren naar het juiste formaat voor Famaker. En hier zijn twee commando's eh, daarvoor. Als je mijn P7b hebt, goede EM-omzet, of PV, eh, PFX. Dus je hoeft niet opnieuw het hele proces... Bij je Certificate Authority, wat je vaak op de Community site ziet staan, je moet je die opnieuw gaan, gaan, gaan aanvragen. Dat hoeft eigenlijk niet. Je kunt die perfect converteren naar het formaat. Dus, onze Erik is gelukkig. Groen slotje, fantastisch. Je kijkt nog eens op de Community site en je vindt dat volgende artikeltje: Een client had een security audit. And, uh, They reported the following issue: does anyone have experience with this? Oei. SSL RS service supports TLS V1, en dan nog wat andere termen: uh, it is unsafe, and vulnerable, and beast and poodle attacks. Het komt van een it gast Dus je ziet dat duidelijk: niemand die het uh, snapt waarover dat gaat. Yeah. Uh, in addition, multiple standard organization, including NEST and PCI die we hadden gezegd voor, ja, PCI DSS is een van die certificaten uh, waar we moesten opletten. TLS uh, uh, version 1 is no longer, uh, provides uh, protection. En dan, het is nog niet gedaan, maar ik ga niet Hans niet trit lezen, dan komt daar zo'n Hans een uh, technische uitleg, waar dat uw hoofd zo wat begint te spinnen. RSA en Diffie-Hellman en uh, Cyphers en AIS en GCM en SH, oh ja. Wie gaat dat beantwoorden op, die, op dat forum? Hè? Ja. Um, dan begint hij wat verder te zoeken en, en, en ook zag hij zo wat dingen voor e-commerce dat vanaf 30 juni dat TLS 1.0 niet meer uh, mag gebruikt worden. Uh, PSI, uh, PS, uh, uh, Security Standards, dat zijn de mensen die bepalen hoe je creditcardgegevens en zo mag bijhouden. En die zeggen bijvoorbeeld, als je een website hebt die creditcardgegevens verwerkt, dat zijn de regels waar je aan moet houden. En vanaf 30 juni TLS 1.0 niet meer gebruiken. En zo zijn er nog talrijke artikeltjes die dit tegenkomt. Ik ga er even snel door. Red Alert HTTPS, has been gehackt. En iedereen zegt dat het veilig was. Terug in een beast. SL3 is dead. In een poedel. Ja. Ook de aanval op TLS werkt nog steeds bij Facebook. Dus eerst terug naar af. Hey, Erik, van... waar hebben ze het nu weer over? Wat moet ik aan mijn baas gaan uitleggen? Iets over TLS. Ik ga daar niet te diep op in, want als ik daar zelf begin op te kijken, dan begint dat hier ook zo van bij mij zo van binnen wat uh, over te koken. Maar concreet, er zijn verschillende versies van TLS. De eerste is nooit gebruikt geweest um, en de regel zegt: hoe zeer hoe veiliger, alhoewel dat is SSL 2.0 veiliger was dan SSL 3.0 in de praktijk. Um, en TLS is niet alleen een serverding, maar ook een client. Uh, TLS 1.3 is uit van, ik denk, maart of mei uh, dit jaar uh, en dat zou goed zijn voor FileMaker, omdat die verbindingen die hij kan doen, veel sneller kan encrypteren en decrypteren. Dus hoe sneller dat FileMaker op 1.3 zit, hoe beter dat de performantie zal uh... bloed. Dus er zijn versies, dat moeten we onthouden. En... Een sleutel is een sleutel, dat blijkt dan ook niet helemaal waar te zijn. Um, Zo'n TLS-versleuteling gebeurt eigenlijk aan de hand van symmetrische sleutels en asymmetrische sleutels. En ik ga daar niet te diep op in, maar eigenlijk een symmetrische sleutel is dat je dezelfde sleutel gebruikt om te encrypteren als om te decrypteren. Ja? Dus aan de twee kanten gebruik je dezelfde sleutel. En terminologie als rc 4 DES3, DES en AES, wat dat in die uh, uitleg van die man stond, van die IT'er, dat zijn voorbeelden van symmetrische sleutels. En dan heb je asymmetrische sleutels. Dat is dan een andere sleutel gebruikt om te encrypteren, dan om te decrypteren, dan om te ontcijferen. En daarvan RSA. Herinnert je? Ik moest een RSA SSL sleutel kopen. Ja, dat zit in dat verhaal. En dat gaat eigenlijk hier om de private key en de public key. Dat zijn twee verschillende sleutels. En die worden eigenlijk bij SSL TLS eigenlijk Samen gebruikt in bepaalde formules. En die uh, samenstelling van formules dat noemt men eigenlijk een cijfersuit. En een server ondersteunt meestal meerdere van die dingen, van die berekeningsmethodes. En de client ondersteunt meestal van die meerdere berekeningsmethodes. En ze moeten eigenlijk aan elkaar gaan afspreken welk eentje gaan we gebruiken. Nu, je moet weten dat sommige van die berekeningsmethodes eerst veilig waren en plotseling onveilig zijn. Dus op een bepaald moment gebruikt de server nog een methode om te versleutelen die niet meer veilig is. En dat moet je gaan aanpassen. Nu, hoe erg is die security? Hoe zit dat nu met Fami? Iemand die in een IT gaat zegt daar, het is onveilig. Maar eens kijken eerst naar de verschillende soorten uh, connecties die gebeuren. Hey, welke connecties zijn nu versleuteld? En de eerste connectie die versleuteld is, de meest gekende, 5003, dat is de poort die gebruikt wordt tussen de farmaker Client en de farmaker Server. En dan hebben we nog een poort 443 en 16000, en die worden eigenlijk gebruikt voor al die nieuwe tools, streaming containers, data API, web direct, ja? we gaan naar standaard technologieën, dus diezelfde kwetsbaarheden die krijgen we ook binnen FileMaker. Binnen. En dat, wordt eigenlijk, dat is eigenlijk een connectie die niet rechtstreeks gaat naar de farmaker Server, die gaat eigenlijk naar je Apache of naar je IES. En die zorgt eigenlijk voor de security van het verhaal. Als we kijken naar 5003, en je zit in Famaker 17, of uh, een recentere versie van Famaker, dan zitten we standaard op TLS 1.2. Dus die 1.0 met die een poedel en die in een beast, die doet al niet meer mee. Ja? Dus Famaker heeft dat goed voor ons gedaan. Als we even kijken naar oudere Farmaker versies dan zullen zien dat er, als je in bepaalde versies van 14 en 13 en ouder bezig bent, dat je eigenlijk niet in de veilige versies bezig bent. Ja? Daar zit een nog op, TLS in. je de update van Farmaker 14? Dat op een bepaald moment je de server en de client dezelfde tijd moest updaten, want anders kon je niet meer inloggen? Wel, dat is de reden. Ze zijn geswitcht van versie van TLS. Als we op Mac gaan... Daar staat een Apache op, ingebouwd bij de Famaker-server. Um, daar worden de settings eigenlijk ook bepaald door Famaker. Famaker heeft die settings voor u gezet. Als je die wil aanpassen, is dat ook TLS 1.2. Dus het probleem speelt ook niet. Stel dat je om een of andere reden toch die settings zou willen moeten veranderen, stel dat er iemand toch via web direct binnen moet met een oudere TLS, dan kun je daaraan uh, afvoefelen. Ja? Dat zijn de foutjes om uh, die TLS-instellingen aan te passen. Maar hoe zit het op Windows? Wat staat er in de handleiding? De ciphertype is controlled by Windows OS en niet is web server. Dus het hangt eigenlijk af van je operating systeem. had gaat daar niet aan bepalen wat er gebruikt wordt. Ja? Dus je moet dat zelf beheren. Ja? En als we een beetje kijken naar machines, die zo wat courant zijn, een beetje de oudere, voor de oudere versies van Farmaker. Dan zie je welke versies dan nu tegenwoordig standaard erop uh, staan. Let op, als je lang geleden, in 2008, R2 geïnstalleerd dan was TLS 1.2 en 1.1 niet enabled. En Dan stond er nog een SSL 2.0 aan. Ook. Ja? ja, nee, soms, uh, soms gebeurt het dat er een, een update gebeurt, en dat is, het, uh, dat is wat er gebeurd is met 2008. Voor bepaalde machines is dat men de uh, update wel heeft aangezet, maar meestal moet je het zelf beheren. Um, hoe kun je dat testen of dat je machine een beetje veilig is? Er zijn van die websites waar je kunt testen en je een uh, domeinnaam ingeven en dan krijg je een rating. Een A is de beste rating. En een A krijg je bijvoorbeeld als je binnen een cloud-server gaat. Standaard is Famicom voor ons, Famicom Cloud geeft een A-rating. Maar dat is toepassen op die machines. Op een standaard 2016 machine krijg je een A-rating, wat goed is. Hier begint het al erop te zakken. F is de meest onveilige situatie. En er zijn ook twee, heel wat 2008 machines waar je ook een F uh, terugkrijgt. Een... Het is niet alleen je versie die dat bepaalt, maar ook welke van die cijfers, welke van die rekencombinaties die precies op je machine aan en afstaan. staan. Ja, dus je moet die gaan afzetten of gaan aanzetten. Ja, dus uh, is dat die hoe geregeld? Nee. En hoe past dat aan op zijn Microsoft? Ja, je moet dat doen in de registry. En er is daar zo'n technisch artikel van, en dus zo lang, en dat krijg je zo van die kokende hoofden van. Gelukkig is er een firma die een gratis toeltje ter beschikking heeft gesteld: uh, Nartac. En die hebben eigenlijk, uh, daar kun je schema's uh, van downloaden en die schema's gaan toepassen op je machine. Vrees een herinstall, maar hier kunnen dus uw uh, Erken die de SSL-versies en dan zie je tweede tapjes, cijfers. En dan bepaalde andere dingen, hasjes die je moet aan en afzetten. Hier, 3DS bijvoorbeeld is onveilig. Ja. Hoe weet je dan nu welke dat moet gebruiken en welke niet? Welke berekeningen nu onveilig zijn en welke niet? Wel, um, dat is een beetje zoeken, maar een organisatie als Mozilla heeft dat eigenlijk allemaal netjes voor ons uh, uitgezocht. En als je naar die website gaat. Die vertellen eigenlijk netjes en die hebben ook configuraties klaar. Jammer genoeg niet voor IIS, die moet je zelf samenstellen, maar uh, um, um, settings klaar voor Apache en dergelijke. Uh. Stel dat je de, dat geldt natuurlijk niet alleen voor een famicom server, maar vooral ook andere servers. Probeer niet per se een A+ rating op elke machine te hebben, want als je een A+ rating hebt, betekent dat dat oudere clients, browsers, misschien niet meer op je server kunnen inloggen. Dat is zo'n rare. Uh, Error krijgt. Dus je moet een beetje de balans zien. Als je Google bijvoorbeeld uh, zou testen, dan zouden je daar een B of een C voor krijgen. Want anders zou de helft van het internet niet meer op, uh, op Google kunnen uh, inloggen. Maar voor de browsers die um, compatibel zijn met WebDirect, daar kun je eigenlijk wel een A-rating voor instellen. Oké, okay. dus heeft dat ingesteld, zijn de server is klaar en is er nu nog een kort checklistje in de farmaker file online te zetten vaak ook vergeten um, als je in de cloud had zorgt dat er geen gastgebruiker is zodat je ten alle tijde weet wie dat erin dus geen gastgebruikers zijn ook niet automatisch inloggen via file options gastgebruikers zijn ook niet ondersteund in farmaker cloud dus als je een farm met gastgebruikers in farmaker cloud upload dan zul je die optie niet krijgen om te kunnen inloggen als uh, guest. Diezelfde regels staan in een nieuw mapje, die misschien sommige mensen al zullen gezien hebben. Secure folder. Betekent dat dat in die secure folder mijn files veiliger zijn? Nee, alleen die secure folder zal een beetje de regels nabootsen van FileMaker Cloud. Dus als bestanden niet geëncrypteerd zijn, dan zullen ze niet open gaan en gastgebruikers zullen niet kunnen inloggen op die file als ze in dat mapje staan. Uh, zorg dat je weet wie dat de databank binnenkomt. Zet dus dat hier geen uh, nooit. Login en uh, een wachtwoord in, want dan is iemand al binnen. Ook al hebben ze daar een zijn eigen security systeem voor gebouwd. Ik denk dat er hier iemand is die een soort challenge op de community website uh, heeft gezet en het heeft uh, twee minuten geduurd voordat hij al antwoord had. Ja, ja uh, twee minuten al uh, duurt voordat hij antwoord had. Van hier, kijk, we hebben hem uh, open gedaan. Ja? En hoe doen ze het nu? Hè? Ja. <laughs> um... Zorg dat iedereen een uh, wachtwoord heeft. Ja? En deelt geen wachtwoorden. Ja. Uh, en, en accounts. Dus wachtwoorden zijn persoonlijk. Ook je IT manager hoeft die niet te weten. Je kunt die initieel inzetten en dan kun je de gebruiker het laten veranderen. Maar de essentie van security is dat een wachtwoord persoonlijk is. Dus zo'n it e die zijn borst de wachtwoorden van iedereen heeft. Dat is niet echt de bedoeling. Ja? Dus je deelt die best niet. Um, OAuth en external authenticatie. En vooral OAuth, als je in de cloud zit, is je beste vriend, omdat het daar heel wat striktere regels kunt gaan, uh, gaan opzetten uh, en, en die dingen persoonlijk uh, houden. Hier zie je bijvoorbeeld Willy geeft een alert, want Willy is Fulaccess en die heeft geen wachtwoorden ingevuld, maar Anja, haar wachtwoord is ook niet ingevuld. Maar dat zie je niet in die interface. Dus je moet ervoor opletten dat driehoekje toont alleen maar Fulaccess-gebruikers zonder wachtwoord. Het zou dus kunnen zijn dat in uw databank nog andere gebruikers zijn waar geen uh, wachtwoord op staat. Beperk toegang voor oudere versies. Oudere versies van Farmaker bevatten bepaalde tools waar je dan toch aan data kon terwijl je daar eigenlijk niet aan mocht. Dat hebben ze ondertussen gefixt in de recentere versies. Nu, als iemand van slechte wel is, dan kan hij nog met zijn Farmaker 13 of 14 inloggen op uw... Uh, of, of een 15 inloggen op uw, uh, op uw bestand en daar toch nog op die manier uh, via plugins en dergelijke data uit Dus zorg ervoor dat je uh, hier ook zet van minimal. Een minimaal 17-versie, dat zorgt voor een betere security, dan raken die oudere gebruikers Deel enkel diensten die nodig zijn, soms zien we dat daar als test van alles is aangevinkt. Je hebt een PHP-user, maar die moet eigenlijk niet binnenkomen via FileMaker Pro, zet dat dan ook af, die FM-data. Dat is handig om te debuggen in het begin, maar eenmaal dat je deployed, deployt, zet die zaken af. File access, limiteer die. Ik denk dat de meesten de feature kennen. Daarvoor zorg je ervoor dat iemand anders niet met zijn Farmaker file linkjes kan leggen naar uw Farmaker file en die data rechtstreeks begint te gebruiken. Um, vermijd ongeoorloofde toegang van systeembeheerders. Dus als je op een cloud server zit en zeker in een datacenter, maak altijd gebruik van secure storage. Ja. Want uw systeemadministrator of degene die uw machine onderhoudt kan anders toch die geheime documenten gaan insnuisteren. En dat is niet de bedoeling. Ja? Gebruik altijd encryptieadres. Eenmaal dat je de cloud in handen hebt, zorg ervoor dat iemand die een backup heeft van uw Famaker-file, dat hij er toch niet in kan. Ja? Maar misschien was dat een ex-medewerker en die had al een login en een wachtwoord in die databank. Belangrijk, vergeet nooit dat encryptiewachtwoord. Ook Famaker kan u niet helpen als u die kwijt bent. Dan kun je er nooit meer in. Um, maar blockchain was de oplossing, uh, geloof ik, hey, op lange termijn. Um, kies bij upload de secure folder. Het is niet dat dat meer secure is, maar er is nog een extra stap: controle die er is rond gastgebruikers en uh, encryption address. rest. Die is verplicht. En ja, Erik is blij, dus dat verdient een biertje. Dus ik kan eindelijk uh, zwetend uh, terug naar huis. Ja. Oké. Okay. Kleine recap, wat je een beetje moet meenemen en onthouden, is belangrijk. Je hebt een eigen domeinnaam nodig. Dat is noodzakelijk tegenwoordig, ook voor in-house machines. Zodat je een domeinnaam hebt, anders zullen geen SSL certificaat daar kunnen op installeren. Onthoud dat SSL meer is dan encryptie, dat het ook gaat om trust. We hebben gezien hoe we een SSL kunnen kopen. Dat standaard TLS configuratie vaak niet altijd uh, voldoende is, maar goed, ik denk als je standaard Windows Server 2016, een recenter machine hebt, die is redelijk uh, goed uh, ingesteld. Maar als je nog zit met Famaker servers in uh, Windows 2003 en 2008, bekijk dan toch eens je settings opnieuw. Um, en kies altijd voor de meest actuele versie van Famaker en, uh, uh, en van je operating systeem. Want vaak worden heel wat dingen gepatcht in nieuwere versies en niet in uh, oudere systemen. En vergeet ook je toepassing niet te beveiligen. Hè. Het heeft weinig zin om Hans je uh, infrastructuur te beveiligen en dan uw oplossingen daar open en bloot uh. Oké, okay, dit was mijn. Dus, en de laatste ik nog. Dus, bekijk ook wat voor jezelf de beste oplossing is. En als je niet thuis bent in netwerken en hardware en dat soort dingen, kijk zeker eens naar Farmmaker Cloud. Farmmaker doet echt een goede job. In die omgeving, om daar een veilige omgeving voor uw data te voorzien. Zo, zijn er nog vragen? Heeft de TLS invloed op de performance? Uh, ja. Groen, nee, nee, uiteraard wanneer je moet encrypteren en terug decrypteren. Maar ook he. tussen groen en oranje bijvoorbeeld. Nee, tussen groen en oranje niet. Het is gewoon dat is de validatie. Dat is gewoon van. Uh, uh, er is iets mis. Hè? Of uw certificaat is vervallen of het is een uh, verouderd cert ja, uw certificaat. Of uw certificaat wordt niet goedgekeurd door uh, 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 Windows of uw intermediate, is de meest voorkomende. Of uh, antivirussoftware. Er is antivirussoftware die zo uh, man in the middle speelt. En die eigenlijk uw certificaat neemt, daar babbelt met die FAMACS over en dan zijn eigen certificaat in de plaats terugstuurt naar de client. En die client zegt: van, Ik ken dat certificaat niet. Dus, uh, en dan krijg je ook een oranje slotje. Ja. Eigenlijk is dat not done, ze noemen dat dan security software. Ja? Ja? Uh, ik heb een vraag. Uh, um, wat is de interactie tussen het de, de certificaat en de, zeg maar de uh, weergave van pdf's? Ja, uh, dus uw, uh, uw pdf's worden eigenlijk uh, die passeren de Apache of de IES, die worden eigenlijk via de webserver gestreamd over poort 443 en dus Farmaker maakt het ons eigenlijk eenvoudig om, ook al vinden we het niet, om certificaten te installeren, want wij doen een upload van dat certificaat en Farmaker gaat achter onze rug een certificaat installeren in de Farmaker server en dan in uh, de Apache of in een IIS en nog op wat andere plaatsen. Dus hij, uh, hij doet dat voor ons uh, heel slim en wat eigenlijk gebeurt voor remote containers is al die data komt via die IIS binnen, ja? dus via de, of via Apache binnen. Dus over poort 443 dus versleuteld. Ja. Dus, en als die niet goed is, kan het gebeuren. En dat is een van de, van de, van de fouten die je kan zien. Hè. Als je zegt van bij het opstarten moet je goed kijken. Als die zegt oranje slotje, het is niet in orde. Welke poort dat die weer heeft. Want het kan zijn dat je certificaat op je firmware server goed is. Op poort 5003. En dan werkt dat allemaal perfect. En dan als je uh, uh, op je IS of Apache staat hij niet goed. En daar is een oranje slotje. Dan werken uw remote containers niet. Bijvoorbeeld, wanneer werken nu remote containers ook niet? Als je met de verkeerde FQDN binnenhoudt. Want dan krijg je ook een oranje slotje. Want dan zegt die uh, dat certificaat, uh, zegt u in de client eigenlijk, ja, maar die connectie, dat klopt niet, die naam, dat kan ik het niet vertrouwen. Dat is niet degene die vasthangt aan die, uh, aan die server. Ja? Vandaar dat oranje slotje. Ja? In verband met uh, multifactor authentication, hebben jullie ervaring met It's Me? Um, nee, maar er wordt ook. Um Elke soort security die Fammaker niet standaard inbouwt, is geen security en is eigenlijk een, um, een gat in uw security. Dus als je multifactor wilt oplossen, dan moet je multifactor oplossen door multifactor met uh, een van die-out vendors te doen en daar je multifactor te gaan oplossen. Maar multifactor binnen Fanmaker kun je zelf niet doen. En alles wat je daar rondbreidt, zorgt eigenlijk voor uh, een, een, een gat in uw. Uh, op een of andere manier, u had je uw security van, uh, van Famaker. Dus wat Famaker zelf niet voorstelt als uh, security tools, mocht u eigenlijk niet uh, gebruiken. Ook al probeert iedereen er altijd rond te werken. Uh, dat zijn eigenlijk de belangrijkste Als er meer vragen zijn, ik weet niet of James hier nog is, uh, uh, deze namiddag, uh, dan kunt u daar... We uh, ja. proberen te vermijden om, uh, wat dat ze noemen, een uh, security uh, in te bouwen in Famaker. Uw eigen leger daartussen. Die zorgen eigenlijk voor minder security in plaats van meer security. Maar multifactor kunt oplossen via uh, Google Authenticatie of uh, uh, Azure of uh... okay. zijn er nog vragen? Oké, okay. dank u. Ja, yeah, Bart. Man met de microfoon heeft ook nog een vraag. Ja. Um, hoe zit het met AVG en? Um... Authenticatie via bijvoorbeeld Amazon en Google, omdat dat natuurlijk toch partijen zijn die buiten het Nederlandse rechtsgebied. Ja, maar Amazon, Amazon lost dat anders op, want die, die zet zijn datacenters eigenlijk ook binnen Europa en die doet dat binnen andere juridische structuren. Uh, hoe dat met Google zit, dat weet ik niet precies. Maar het is dus maar... nog iets waar je. Wellicht uh, even over zou moeten nadenken. Als je, één als je die pande... dingen, ja, uh, maar dat is met alles wat met, met uh, GDPR ja. en AVG uh, te maken heeft. Dat is dat een beetje naast security. Uh, maar dat is, de, uh, dat is de diensten die je kiest. Maar uh, ik vermoed dat die uh, heel veel advocaten hebben en dat ook allemaal uh, ondertussen ja. uitgeplozen hebben. Ja? Oké, okay, dank u.